Welkom bij Steenbergen Live 2023. Zoals je kunt zien is het al donker, maar ben jij nou benieuwd wat wij hier vandaag gedaan hebben? Blijf dan kijken. Hey, goedenavond. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zin in. Hey Gert-Jan, ik loop hier naast jou onderweg naar de rij, want jij gaat naar Steenbergen Live. Jazeker, ieder jaar. Leuke muziek, samen drinken. Ja. En van wat voor soort muziek houdt u? Pop, rock. Ja, ben je vaker bij Steenbergen Live geweest? Ja, vorig jaar met twee vriendinnen, dus wij maken daar een jaarlijkse traditie van om terug te keren. Hey, en zijn er ook bepaalde artiesten waarvan je denkt, ja, bij jou sta ik vanavond vooraan het podium? Mental Tio. De afsluiter. Voor Marco Schuitmaker van de Engelbewaarder. Ja, ik vind ook alles leuk, maar de live bands zoals Zero Friction, daar komen we vooral voor. Ik ga je een hele fijne avond wensen. Dankjewel, jullie ook. Succes. Dank je. Mijn liefde doet nooit. Ik wist niet waar je was, toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens naar mij. Nou, ik sta hier naast Django, jij hebt net opgetreden. Hoe was het? Ja, het was geweldig. Wij zijn de eerste, artiest die vanavond hier optreedt. En ik dacht eerst in het begin, ja, het wordt niet zo druk, maar gelukkig stond toch heel de tent vol. Dus ik ben er heel erg blij om. 5 jaar geleden, op 25 mei 2018, was jij hier ook en toen heb ik jou geïnterviewd. Het is al een tijdje geleden, maar kun je mij misschien vertellen wat er sinds die tijd voor jou allemaal veranderd is? Ja, natuurlijk heel veel optredens gedaan. Heel veel nieuwe liedjes gemaakt die dan ook weer blijven natuurlijk. Die mensen toch constant meezingen. En ja, nou ja, voor de rest, het is en blijft natuurlijk het leukste vak wat een mens eigenlijk kan bedenken. Gewoon. Dankjewel. Nou Marloes, nieuw dit jaar op Steenbergen Live, een cocktailbar. Ja, ja, we zijn ook echt heel benieuwd naar hoe het gaat lopen, maar tot nu toe loopt het prima. En heb je zelf ook al een beetje geproefd welke nou de lekkerste is? Ja, wij hebben net de strawberry daiquiri geproefd. En die valt toch wel in de smaak hoor. Ik lust dan wel een Sex on the Beach, maar kan ik je helpen? Kom. Oké, top. Nou Marloes, ik ga hem even proeven. Heel lekker. Maar wat vond je van mijn cocktail skills? Ja, perfect. Je zou zo hier kunnen staan. Hey, maar voor welke artiesten zijn jullie hier vanavond? Freddy, we zijn te laat. Unaniem Freddy Moreira, maar nog meer? Maar nog meer? Marco, je hebt net opgetreden hier op Steenbergen Live. Wat vond je ervan? Ja, waanzinnig. Wat een mensen en wat een sfeer ook. Ja, superleuk om hier te zijn, echt waar. Jouw hit is natuurlijk nu Engelbewaarder, maar hoe ben je er zo op gekomen om dat lied in een nieuw jasje te steken? Nou, het is eigenlijk een oud liedje van bijna 50 jaar geleden van Pierre Cardin. En ja, eigenlijk ben ik met de muziek opgegroeid en zodoende ben ik ook op Engelbewaarder gekomen. Een keer in een vakantiehuisje via een oude platenspeler kwam het liedje voorbij en toen kreeg ik het idee om het leven te vieren, want een Engelbewaarder, je bent gered door een engel, kun je ook in een feestelijk jasje steken. En eigenlijk nog een half jaar getwijfeld om het uit te brengen en in september hebben we het gedaan en
Ja, ongekend. Echt ongekend. En kunnen we nog wat nieuwe muziek van jou verwachten? Zeker. Volgende week donderdag komt een nieuwe single. En ik heb hem hier in Steenbergen gezongen. En kun je wat vertellen, een tipje erover oplichten? Wat is de titel? De titel is Zomernacht in Griekenland. Dat is eigenlijk een oud liedje van een album van mij uit 2018. Maar dat is een liedje wat eigenlijk heel veel aangevraagd wordt in het land. En ik heb dat weer mijn eigen draai aan gegeven. En die komt volgende week opnieuw uit. Nou, we kijken er naar uit. Superleuk. Dans de guitarra, tara, tara. Dans de guitarra, tara. Ik zit hier naast Jeroen van de organisatie en ik ben heel erg benieuwd hoe het met hem gaat. Jeroen, hoe is het met je? Ja, het gaat lekker. De druk is er gelukkig af en ik ben heel blij dat we weer al deze mensen mogen verwelkomen, zoals ieder jaar. Ja. Hoeveel werk zit er nou eigenlijk voor jullie als organisatie en alle vrijwilligers achter? Ja, we doen heel veel werk verzetten in die week. We werken natuurlijk met vrijwilligers, dus die... We hebben wel wat ervaring in de loop der jaren opgedaan, maar ja, ze weten natuurlijk niet alle details. Dat weten wij dus wel. Dan is het heel moeilijk om dan de goede mix te vinden tussen onze expertise en hun hulp. En is er nog iets wat jij dan nu in de camera tegen al die mensen zou willen zeggen? Dan zou ik zeggen, pak je moment. Ja jongens, het is weer gelukt. We hebben weer een top editie van Steenbergen Live neergezet. Niet alleen ik heb hard gewerkt, maar ook jullie hebben hard gewerkt. Kijk, wij doen het denkwerk en jullie doen het bouwwerk. En dat is ook net zo belangrijk. Maar niet alleen tijdens de productieweek natuurlijk, maar ook gewoon alle mensen die vandaag hier bezig zijn om voor ons een leuke editie neer te zetten, maar ook natuurlijk gewoon voor de kijkers thuis. Het is gewoon weer helemaal top en ik ben heel tevreden en ik denk dat de meeste mensen hier dat ook wel weer zullen zijn. Dus volgend jaar maken we er een nog betere editie van. Hey yo, vieze Jack. Hey yo, vieze Jack. Kom aan boord bij deze gek. Ik sta hier naast Vieze Jack. Wat vond je ervan? Eerste keer Steenbergen Live? Ja, het was de eerste keer. Voor alles moet natuurlijk een eerste keer zijn. Maar nee, ik vond het echt fenomenaal. Wij komen op heel veel plekken, maar hier was echt de hele tent. Handjes lucht in, meezingen. Ik had echt kippenvel op mijn armen staan. Chicken skin, internationaal gezegd. Kunnen we je dan volgend jaar weer terug verwachten hier? Nou ja, ze hebben mijn nummer. Dus als een vriendelijke mevrouw van de organisatie mij even belt, dan springen ze zo in de auto en vliegen deze kant op, ja. Hé, hey, waar kunnen we jou deze zomer allemaal nog verwachten? Naar Brabant, naar Friesland, naar Enschede, naar Schubbekutteveen, wat? Limburg, Franeker, Reuver, Best, Aquabest, Totalos Festival, nee, te veel om op te noemen. En is er nog iets waar je echt nu heel erg naar uitkijkt? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk naar heel veel dingen uit, maar Steenbergers, dat is echt wel op de kalender, de nachtjes afstrepen en vandaag was het zover. Dus ik ga nog even lekker nagenieten. Oké, okay, top. Hey, dankjewel. Doei, doei. Kijk, Steenbergen Live is natuurlijk lekker feesten, maar ik heb vandaag ook lekker kunnen relaxen. Net op dit ontzettend leuke kraampje. En dan toen las ik Bierbrouwerij De Groene Wereld uit Steenbergen. Kun je maar daar wat meer over vertellen? Ik ben samen met mijn man zijn wij een bierbrouwerij hier in Steenbergen begonnen. En nou ja, hierachter hebben we als voorbeeld meegenomen, dit is een hopplant. Een hop is nodig om bier mee te brouwen. Het leukste wat wij eraan vinden om zelf bier te brouwen is het te brouwen met eigen ingrediënten. Wij verbouwen alle ingrediënten zelf. We verbouwen gerst. En hoe kom je nou op het idee om thuis bier te gaan brouwen? Ja, dat is vooral het idee van mijn man. Die is ermee begonnen en ik ben erbij gegaan. En mijn man heeft een agrarische achtergrond, dus ja, die weet wat verbouwen van gewassen betekent. En die had zoiets van, ja, als je zelf je producten verbouwt, mag je het ook gebruiken en een ander product van maken. Vandaar dat we op bier zijn uitgekomen. We hebben in onze kraam, we hebben nu twee biertjes meegenomen op vat. Dat is ons wat wij noemen minder bier. Dat is een gewoon drinkbiertje van 5% en een kwadruppel van 8%. Zou je eens een beetje willen proberen? Heel graag, ik ben benieuwd. Ja, smaakt goed. Dankjewel. Dit is het momento. En het crescendo.
sta hier naast Wilbert Pigmans en jij hebt net voor het eerst opgetreden bij Steenbergen Live. Kun jij maar wat vertellen over wat je ervan vond? Ja, wat ik ervan vond? Ja, vanaf het begin dat ik begon met de Toreador natuurlijk, was het één groot feest. Alles deed mee. Ja, en in een half uur van mij gaan we alle kanten op, alle stijlen proberen we uit. En de mensen bleven aardig hangen, ze deden aardig mee, want het zijn natuurlijk allemaal bekende nummers die ik doe. En ja, het is altijd leuk om de boel een beetje op te jagen van hey, jongens, een beetje zakken naar de grond, je handjes de lucht in. Ja, eigenlijk alles heb ik wel mee zien doen, dus dat is leuk. Wat is nou jouw droom nog op muzikaal gebied? Mijn droom? Ja, ik heb natuurlijk eigenlijk de meeste dromen al mogen waarmaken. Dus een hitje krijgen de Toreador. Ik heb in de Arena mogen staan met de Toppers. Ik heb bij het Gelderdome mogen staan met de Snollebolletjes. Ja, dit soort evenementjes natuurlijk, die mogen ook niet ontbreken. Dus eigenlijk ben ik wel een heel gelukkig man en vind ik eigenlijk alles wel goed. Ik heb eigenlijk niet echt dromen meer. Met wie zou jij ooit nog een liedje willen maken? Ik denk Emma Heesters, dat ik dat wel leuk zou vinden. Gewoon puur omdat iedereen eigenlijk wel een man kiest. Dus bijvoorbeeld Donnie kiest René Vroger, Gerard Jolien, Jan Smit. Ja, dat denk ik in mij. Van ja, dan kies ik toch liever eigenlijk een dame. Dat vind ik leuker. Dit was Steenbergen Live 2023. Tot volgend jaar!